Dat is een jongerenfestival voor mensen die graag ervaring willen hebben als filmmakers en misschien denken dat het de drempel te hoog ligt. Door hen die smartphones te bezorgen, zorgen we ervoor dat ze eigenlijk materiaal hebben om die kortfilms of die, in dit geval miniseries te maken. De bedoeling is om hen de passie van cinema en televisie te geven, zodat ze daarna de makers van de toekomst zullen zijn. Is het geen grote concurrentie voor cinema? Wel, ik denk dat cinema nog altijd gaat blijven bestaan. Zoals vroeger hebben ze gezegd ook dat televisie het einde van het cinema was, maar cinema bestaat nog altijd. Onze eerste liefde en passie, dat blijft nog altijd cinema. Als je denkt aan de regisseurs zoals Spike Lee of Oliver Stone en zo, of Steven Spielberg, dat is wel altijd zo de cinemafilm die je boeit. Maar ja, als we tv doen, dan proberen we ook tv op zijn cinema te doen. Of dat nu Miss Marvel is, die we aanpakken als een grote Marvel-film, of Grond, die een beetje zo een grote Belgische film zou kunnen zijn voor ons. Ook Bad Girl ondertussen afgerond. Hoe was het? Ja, dat was echt een topervaring. Een van de leukste filmervaringen die we ooit gehad hebben. Kunnen manoeuvreren in die DC-wereld met Gotham City en Batgirl en Batman en zo die erin voorkomen. Dat was echt een jongensdroom die werkelijkheid werd. Wanneer mogen we hem verwachten? Dat hangt er een beetje vanaf, omdat normaal gezien alle films van DC zijn gepusht geweest naar volgend jaar. Dus in theorie zou die dan ook moeten gepusht worden. Aan de andere kant, die film gaat wel af zijn dit jaar. Het is in elk geval een kerstfilm, dus het moet ergens rond die periode idealiter uitkomen. De andere film komt ook uit, Rebel. Ja, Rebel, ja. Dus die zal in oktober moeten uitkomen. Twee films van Adil en Bilal tegelijk in de zaal. Misschien. Ja, we dachten het, maar ik denk toch dat Bad Girl waarschijnlijk volgend jaar zal uitkomen. Dus het zal maar één zijn, maar één dit jaar en één volgend jaar, dat is al ook vrij snel. En het volgende? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Dus dat is een beetje afwachten wat Rebel gaat doen. En natuurlijk wat de mensen van Warner Brothers en DC gaan vinden van Bad Girl. En ook een beetje wat Miss Marvel zal doen. En nog steeds die Bad Boys ook. Ja, Bad Boys 4, dat is nog altijd eentje die nog altijd scenario's worden geschreven. We krijgen de scenario's momenteel. Allee, toch delen van scenario's die we dan lezen en feedback geven. Ja, wie weet komt er een ander DC-project of een ander Marvel-project naar ons toe. En dan gaan we dat ineens wel doen. Of iets Belgisch, dat kan ook. Ja, we zijn sowieso blij dat jullie één voet in het land houden. Ja, dat zou er een lange tijd is waar dat er geen Hollywood-project of interessant Hollywood-project komt, dan zou het wel heel tof zijn om toch ergens een kleinere Belgische film te kunnen maken. Cinevox.